Get a grip of yourself, man. Come. Take up yoga, you'll find it beneficial, man. That sticker on the subject of Brexit happens to be affixed to or in the windscreen of my wife's car. Yes. And I'm sure the honourable gentleman wouldn't suggest for one moment that a wife is somehow the property or chattel of her husband. Ja, welkom allemaal weer bij de nieuwe aflevering van de Raadspensionarissen. Een podcast over de geschiedenis. En je hoort het, ik ben alleen, normaal gesproken ben ik samen met Doenie. Maar Doenie is voor de zoveelste keer ziek. Hij heeft een beetje last van een zware dosis aanstelleritis. We gaan straks nog wel even bellen. Maar we beginnen natuurlijk gewoon met mij dan. En ik ga het wel even alleen doen weer. Bedankt, Doenie. In ieder geval, we zijn een podcast over geschiedenis, zoals ik het al zei. En je merkt dat we iets later uit zijn gekomen dan we normaal van plan zijn. Normaal komen we op maandagochtend uit. We hebben een beetje een alternatief bedacht om zeg maar maandagavond te doen. We gaan het opnemen en gelijk online gooien. Waarom? Zo kunnen we lekker actueel zijn. Kunnen we het nieuws echt toepassen op het nu. En over het nieuws gesproken, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Ik weet niet of jullie voetbalfans zijn. Ik wel. En ik heb van het weekend gekeken en genoten van de knuffelactie van ADO Den Haag. Het is schijnbaar een traditie geworden dat op het moment dat ADO Den Haag tegen Feyenoord speelt, dat de supporters van ADO Den Haag knuffels naar beneden gooien in het vak waar de zieke kinderen zitten. De kinderen die, om wat voor reden ook, meestal kanker natuurlijk, ziek zijn en een levensbedreigende ziekte hebben. En dan gooien ze dan knuffels in het vak. Super gaaf natuurlijk om te zien en een soort van faith in humanity restored, zeg maar. Dus dat wil ik even zeggen, vind ik super vet. Als we trouwens ook nog kijken even naar, we hebben net het intro gehoord. Nou, dat gaat natuurlijk over John Order Burkrow. Helaas gaat deze man aftreden. Hij is de Speaker of the House, zo noemen ze dat in Engeland. Een soort voorzitter van het parlement daar. En het is best wel een tactische zet, want zoals je weet, de Brexit sleept voort eigenlijk. En hij besluit om af te treden. En wat doet hij nou? Hij besluit om eerder af te treden dan de verkiezingen zijn. En daarmee heeft hij alsnog een beetje een invloedje op de Brexit. Want zijn eigen partij kan nu dus een nieuwe voorzitter gaan kiezen. In plaats van de tegenpartij die dus voor de Brexit is. Dus dat is een mooi spelletje dat hij heeft gespeeld. En als je dit hoort, super gaaf. Ik wil je voorstellen om een soort compilatie van hem te bekijken. Want het is echt super vet hoe hij dat regelt. Echt op zijn Engels. Echt een aura. Je zou het haast, als je een Engels docent bent, zou je het haast in je klas willen doen. Zo super vet is het. Dat is natuurlijk droevig nieuws. Ik hoop dat er nooit net zo'n energieke man terugkomt. Super gaaf. Er zijn natuurlijk veel meer nieuwsdingetjes. Ik weet niet of jullie vorige week de wereld daardoor hebben gekeken, maar wat ik daar zag, daar schrok ik echt enorm van. Namelijk in de jaren 60 blijkt dus dat vrouwen die zwanger zijn, maar ongehuwd waren, dat ze baby's moeten afstaan. Het is zelfs zo erg dat ze moeten een baby afstaan. Nou, het is niet onbekend natuurlijk dat als je ongehuwd zwanger was, dat je dan min of meer de zwarte schaap van de familie was. En dat je dan met de rug werd aangekeken. Maar het blijkt dus veel verder te gaan als dat. De vrouwen die dus zwanger waren, die werden gestuurd naar speciale tehuizen. Ze zouden daar geblinddoekt moeten bevallen, want dan zouden ze dus niet zoveel attachment met de baby krijgen. Dat ze de baby zien en ervan gaan houden. En ze zouden ook onvrijwillig, dus gedwongen, hun kind moeten afstaan. En dat is de vrouw die bij de Wereld Draait Door zat, is dat overkomen. Wat nu super heftig is en ook eigenlijk bijzonder dat het in een westers land waar we pretenderen beschaafd te zijn, dat kon plaatsvinden. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met eigenlijk ook religieus. Een religieus tintje heeft het natuurlijk aan. Dat het natuurlijk een zonde zou zijn volgens de Bijbel om ongehuwd zwanger te zijn. En die huizen waar die vrouwen heen gingen zouden ook gerund zijn eigenlijk door nonnen. Dus dat is super heftig vond ik dat om te horen. Wat ik ook hoorde op het nieuws was eigenlijk dat er een bekend lid van de Turkse oppositiepartij, de CHP, zij heet
ja, vergeef me als ik het niet goed uitspreek, Kanan Kaftancioglu. Die heeft vrijdag, vorige week vrijdag, heeft ze 9 jaar en 8 maanden gevangenisstraf gekregen. En dat laat een lid van die partij ook weten. Waarom? Ze zou president Erdogan hebben beledigd en terroristische propaganda hebben verspreid. Wow, super heftig dus dat een oppositielid dus zomaar zoveel gevangenisstraf... Dat is niet niks, hè. 9 jaar en 8 maanden gevangenisstraf, zeker niet in Turkije. En zij zou dus gevangenisstraf krijgen omdat ze terroristische propaganda zou hebben verspreid. Nou, de vraag is natuurlijk maar in hoeverre dat ook waar is. Maar ja, goed, ondertussen zit ze wel lekker in die gevangenis daar en heeft Erdogan er geen last meer van. Zij was in ieder geval het hoofd van het... Ze was als hoofd van de CHP in Istanbul nauw betrokken bij de lokale verkiezingen. En zoals je weet, afgelopen april zagen we eigenlijk voor het eerst dat de beweging van Erdogan, dus de partij van Erdogan, sinds 25 jaar geleden toen ze aan de macht kwamen, dat ze verloren. En de CHP won met 54% van de stemmen. Dus ja, daar zit natuurlijk een beetje zeer. Dan zal Erdogan nooit zeggen dat het daarmee te maken heeft. Ja, laten we eerlijk zijn, maar goed... grote kans dat dat wel iets mee te maken heeft. Maar goed, deze uitspraak zouden ze hebben gebaseerd op tweets die de politicus plaatste tussen 2012 en 2017. Ja, de vraag is natuurlijk maar in hoeverre dat klopt en dat waar is. Ja, vrij schokkend dus. Wat ook schokkend is trouwens, zijn de olieprijzen die flink gaan stijgen. En dat heeft te maken met een aanval op de Saoedische olievelden. Schijnbaar is er met een droneaanval zijn er verschillende olievelden zijn aangevallen en daardoor ligt de productie stil. Het grootste voorraad, geloof ik ook, de grootste productie ligt stil, waardoor dus de prijzen weer gaan stijgen aan de pompen en dat voelen we natuurlijk eigenlijk vrij snel weer. Dus dat is balen, want de prijzen zijn al super hoog. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, legt de schuld bij Iran. Hij kan dan geen bewijzen leveren, maar goed, het is natuurlijk administratie van Trump. Hè? We hebben al eerder gezien dat ze van die onzin roepen. Dus hij zegt dan ook, die Mike Pompeo zegt dan ook, tussen alle oproepen van de-escalatie heeft Iran een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld gelanceerd. Dat zegt hij dan op Twitter. Ook schrijft hij dat Teheran achter bijna honderden aanvallen op Saoedi-Arabië zit, terwijl dat president Rouhani van Iran en minister Zarif ook van Iran natuurlijk doen alsof ze diplomatie bedrijven. Het is natuurlijk heftig om zulke uitspraken te doen, ook zeker als je geen bewijs hebt. Ja, want zoals jullie misschien wel, we hebben het eerder over gehad in de podcast, dat er best wel wat... wrijving zit tussen Amerika en Iran. Zeker met helaas met de olietankers die hier aangevallen waren en weet ik het wat. Dus er broeit daar iets tussen dat Iran en Amerika. Laten we hopen dat het diplomatie blijft en dat het geen oorlog wordt. Iran wijst dan ook de beschuldiging van de hand. En ze zeggen dan ook, zulke vruchteloze en blinde beschuldigingen zijn onbegrijpelijk en betekenisloos. Al dus het Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Ja, het is ook een beetje logisch dat hij dat zegt. Hè? Maar er is heel veel... Ja, er is heel veel wrok tussen Iran en Amerika. Eigenlijk al sinds natuurlijk de machtsovername van Khomeini. Waarbij dus de Amerikaans gezinde, Westers gezinde Shah op dat moment werd afgezet. We hebben het al eens eerder over gehad in eerdere podcasts. Dus daar moet je maar eens terugluisteren. Wat ook is gebeurd ondertussen is dat de tankman overleden is. Nou, of de tankman niet zelf, maar de fotograaf van de tankman, Charlie Cole, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat was vorige keer onze quizvraag. De tankman, wie was dat? Nou, dat was die man, die Chinese man, die op het plein van de Hemelse Vrede gewoon een kolonne tanks tegenhield. Degene die hem dus gefotografeerd heeft, die is overleden. Vrij jong nog, 64 ook. Maar goed, het is wel gebeurd. In Charkov trouwens, dat ligt in Oekraïne, hebben demonstranten de eerste LHBTI-mars verstoord. LHBTI, ja, dat is voor homo's, lesbiennes en eigenlijk iedereen. Dus daar is een soort mars was daarvoor georganiseerd. En die is dus weer verstoord door een tegendemonstratie. Dus dat is best wel zonde eigenlijk, jammer om dat te horen. Dus dan is Faith in Humanity wat minder restored. Maar goed, het is wel bekend natuurlijk dat de rechten van homo's en lesbiennes dat niet 100% is. Nog nergens eigenlijk.
We willen graag denken dat dit in Nederland ook zo is, maar recentelijk weten we ook natuurlijk dat daar weer aanvallen zijn geweest op homo's en lesbiennes. Dus dat is behoorlijk heftig. Maar in ieder geval vanaf de homo's en lesbiennes gaan we naar de Gouden Eeuw. Want die term, het Amsterdamse Museum gaat die term schrappen. Dat doen ze eigenlijk naar aanleiding van een fotorapportage die gemaakt is door Humberto Tan trouwens. Supermooi fotoreportage en later in deze quiz gaan we daar nog iets verder over hebben. Maar ze gaan de Gouden Eeuw schrappen, ja. Ik vind het moeilijk als ik dat soort dingen hoor. Waarom schrappen ze de Gouden Eeuw? Omdat het volgens hun de lading niet dekt van de Gouden Eeuw. Hè? Niet alle aspecten worden daarvan benoemd. Nou is het zo dat de term Gouden Eeuw staat natuurlijk voor een bepaalde... Er zitten wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. En ja, eigenlijk zien we dat geen enkele Gouden Eeuw echt een Gouden Eeuw is. Als we het zomaar benoemen. De Chinese Gouden Eeuw bijvoorbeeld. Dat is ook niet echt... Die dekt ook niet helemaal de lading van de Gouden Eeuw. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje lastig. Hè? Het gaat natuurlijk in dit geval ook over dat wat er natuurlijk gebeurd is. Het leed, weet je, wat er allemaal is geleden. Maar het is natuurlijk wel een feit dat op het moment dat het beter gaat met een land... dat een bepaalde bevolkingsgroep altijd wat minder gaat. Hè? Als we kijken naar deze tijd, durf ik best wel te beweren dat het op zich redelijk gaat met onze economie. Hè? We hebben het goed. Maar er is ook een groep hier in Nederland die het op dit moment zwaar heeft. En het zijn op dit moment de ouderen, waarbij de pensioenen steeds verder gekort worden. Dus je ziet altijd, ja, je zou kunnen zeggen leven nu in de Gouden Eeuw, maar dan zou dan ook de lading niet dekken. Dus ja, waarom moet er altijd aan getornd worden? Gouden Eeuw. Iedereen weet waar we het over hebben als we het hebben over de Gouden Eeuw. Nou had ik laatst iets grappigs gedeeld van 9 tot 5. Hè. Dat ze het fucking vette eeuw willen gaan noemen. Nou, dan moeten we dat misschien maar doen. Dat is wel lekker hip natuurlijk. Het bekt ook wel lekker. Maar ja, ik vind het wel, ik weet niet. Ik ga zo, als we Donnie gaan bellen, dan ben ik benieuwd wat hij ervan vindt. Misschien dat hij een iets genuanceerder, maar ik ben er niet zo voorstander van eigenlijk. Japan ook nog, dat heb ik ook nog gelezen. Ze willen radioactief water van Fukushima dumpen in de oceaan. Zoals jullie weten, in 2011 volgens mij is er een tsunami geweest in Japan, waarbij dus die kerncentrale het begaf. En nu het radioactieve water van die kerncentrale, die wordt op dit moment nog opgeslagen en... Uit mijn hoofd tot 2022 hebben ze nog genoeg ruimte om al dat water op te slaan. En daarna moeten ze het water dus ergens lozen. Dus ja, nu heeft Japan het idee om dat misschien wel in de oceaan te gaan dumpen. Zwaar verdund wel. Maar toch, het lijkt me niet zo prettig. Ik krijg dadelijk van die misvormde vissen en dan... zonde eigenlijk. Laten we eens kijken naar de belangrijke data de komende weken. We zitten nu op 16 september en we gaan natuurlijk tot 22 september. En interessant is eigenlijk dat 16 september 1908 General Motors wordt opgericht. De General Motors. Het wordt eigenlijk opgericht als het automobielconcern General Motors. En het kwam voort uit Old Motors Vehicle Company. En dat is weer in 1897 opgericht. Door Ransom Olds. Het bedrijf werd bekend met de Oldsmobile. En het bedrijf van Ransom Olds fuseerde 2 jaar na oprichting tot Olds Motor Works en richtte vervolgens in Detroit dus de eerste echte autofabriek van de Verenigde Staten op. Aantal merken die je misschien wel kent van General Motors zijn nu Buick, de Oldsmobile, de Cadillac en Oakland. En General Motors is eigenlijk de concurrent van Ford geworden. Dus dat is op 16 september 1908. 17 september 1939 is zeer interessant. Interessante datum. Ik hoop dat als ik zeg 17 september 1939, dat bij iedereen wel een belletje gaat rinkelen. Gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Want op dat moment valt de Sovjet-Unie het buurland Polen binnen. Nou, we hebben gezien dat de Duitsers al eerder Polen binnenvielen. En we zien nu dat Polen dus ook binnengevallen wordt aan de andere kant door de Sovjet-Unie. En het is dus een voortvloeiing uit het Molotov-Ribbentrop-pact dat op 23 augustus van 1939 was getekend door Duitsland en de Sovjet-Unie. En beide landen spraken toen af, we gaan elkaar niet aanvallen. Maar ze hebben in het geheim een clausule dat ze Polen dus gingen opdelen. Bijzonder is dat natuurlijk wel, maar niet onbekend. Polen is eigenlijk altijd wel de kind van de rekening op het moment dat er iets in Europa fout gaat. Dan zie je vaak dat Polen binnengevallen wordt en verdeeld wordt.
Dus dat is natuurlijk zonde voor Polen. En hopelijk blijft ze dat leven voorlopig bespaard. De Polen dachten eigenlijk in eerste instantie dat de Sovjet-Unie ze kwam helpen tegen de Duitse agressie. Maar goed, al heel snel bleek dat dat dus niet waar was. Ja, tegen die twee grootmachten kon Polen helemaal niks beginnen. En ja, werd Polen dus, zoals we weten, opgedeeld. Polen overigens was wel door zowel de Britten als de Fransen met hun soevereiniteit gegarandeerd. Net zoals de Britten eigenlijk hadden gedaan met België. Wat wel bijzonder is eigenlijk de Britten en de Fransen geen oorlog verklaarden aan de Sovjet-Unie. Maar dat ze zelfs later gingen samenwerken met de Sovjet-Unie. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder als je daarover nadenkt. Zeker als je zegt van ja, we garanderen de soevereiniteit van Polen. Vervolgens valt Duitsland aan, dan zeg je ik verklaar de oorlog aan Duitsland. Vervolgens valt de Sovjet-Unie aan en dan doe je niks. Dus dat is wel bijzonder. Een dag later, maar dan in 1944, dus 18 september 1944, wordt Eindhoven door Britse grond en Amerikaanse luchtlandingstroepen bevrijd. Nou, dat gaat natuurlijk om Operation Market Garden. Operation Market Garden is een gefaalde, zeer gewaagde poging om de oorlog in 1944 ten einde te doen brengen. Je ziet dat er diverse luchtlandingen zijn door heel Nederland heen eigenlijk. Bij plaatsen, strategische plaatsen, denk aan brugovergangen. Ook zo bij Arnhem, daar zijn de Britten geland. Maar er zaten een paar flinke gaten in het plan. Denk daarbij aan de wegen die er lagen. De geallieerden zaten natuurlijk in België en moesten heel snel doorstoten eigenlijk om de luchtlandingstroepen te bevrijden of te ontzetten. Die luchtlandingstroepen die moesten proberen dus die bruggen heel te houden en de Duitsers af te weren totdat de tanks er kwamen. Maar wat was nou het nadeel? Heel veel wegen waar die tanks overheen zouden gaan waren echt hele smalle wegjes, waardoor de tank eigenlijk één lange kolonne was. En het nadeel daarvan is dus als er één tank ergens pech krijgt of een boom over de weg of whatever, dat dan heel die kolonne stilstaat. Dus je zag eigenlijk dat in plaats van de snelle opmars die de geallieerden hadden gedacht met de tanks, dat niet werkte. Omdat de kolonnes dus steeds stil zaten in, ja, met een boom over de weg of een tank met pech of weet ik veel wat. Ondertussen zagen de geallieerden natuurlijk een luchtlandingstroepen steeds verder teruggedreven worden door die Duitsers. De Duitsers waren in eerste instantie wel overrompeld en waren steeds op de terugweg. Steeds aan het terugtrekken tot er het was geen generaal van mij, maar een commandant eigenlijk de leiding overnam en probeerde om die terugtrekkende Duitsers weer de goede kant op te krijgen. Dus dat is Market Garden, maar je ziet dus op 18 september 1944 dat Eindhoven bevrijd wordt. Op 21 september 1937, dat is echt al lang geleden overigens, publiceert J.R.R. Tolkien The Hobbit. Nou, The Hobbit kennen we natuurlijk allemaal van de film The Hobbit. Het is een drie trilogie, hè? En daarna natuurlijk The Lord of the Rings. Echt super vette films. Als je het niet hebt gezien, kijk het alsjeblieft als je het leuk vindt, fantasy. Het is natuurlijk niet echt historisch te onderbouwen, The Lord of the Rings of The Hobbit. Met pratende draken en dwergen. Maar goed, leuk is het wel. En ook bijzonder dat het zeg maar in 1937 dat boek al uitkwam. En pas vrij recentelijk de verfilmingen waren. Dus dat is wel interessant. 22 september 1949, dat is de laatste datum die ik wil behandelen. Dan zien we dat de Sovjet-Unie zijn eerste atoombom tot ontploffing brengt. En dat is eigenlijk een enorme schrik voor de Amerikanen. Hè. Die hebben op dat moment echt de touwtjes in handen. Ze hebben een atoombom. Wie maakt ons wat? Als je een grote bek hebt, flikkeren we een atoombom op je hoofd. Maar in 1949 blijkt dus dat de Sovjet-Unie ook een atoombom heeft. En dan verandert toch wel de balans in de wereld, om het zo maar te zeggen. De Sovjet-Unie is nu, dat was natuurlijk al wel een groot macht, maar nu is het ook nog eens een groot macht met een atoombom. Dus dat schrikt, ja, dat schrikt die Arabieren, of die Arabieren, dat schrikt de westerse landen, schrikt dat enorm op. Dus zover eigenlijk, ik ga er heel snel doorheen natuurlijk als ik alleen ben. Dat is het nadeel als je alleen bent en je zou graag met iemand willen sparren, maar goed. We gaan maar eens even kijken of dat onze grote vriend, zieke vriend, Donnie aan de telefoon kan komen. Ik ga eens even kijken, want dan kunnen we
de quiz met jullie. Want jullie hebben nog een quizvraag van mij te goed. Van ons te goed, moet ik eerlijk zeggen. Even kijken of ik het goede nummer heb. Ik heb twee nummers, werknummer en privé. Hier gaan we. Wacht, muziekje. Hallo Donnie. Ah, Donnie. Hey. Oh, je bent live. Semi-live in de uitzending. Semi-live. Ja, we zijn aan het opnemen natuurlijk. Ik heb net, ik heb net uitgelegd dat je last hebt van aceleritis. Ja. Dus ik vraag me af, hoe gaat het? Ja, het gaat op zich wel. Ik ben alleen heel erg moe van het hoesten, maar tja. Ja. Dat is het eigenlijk wel. Ah, shit happens. Maar wat voor moois heb je te vertellen, jongen? Nou, ik vroeg me af, we hebben het gehad namelijk over de Gouden Eeuw, hè, dat het museum in Amsterdam het woord Gouden Eeuw gaat schrappen. En ik vroeg me af, weet je, ik was wat ongenuanceerder, zo van ja, ik vind het eigenlijk een beetje raar, want eigenlijk voor elk land met de Gouden Eeuw, dat dekt niet helemaal de lading, hè, want dat is wat ze zeggen, de Gouden Eeuw dekt niet meer de lading. Dus moeten we dat dan nu wel gaan schrappen? Dat is mijn mening. Omdat iedereen weet, als je de Gouden Eeuw zegt, dat is gewoon een periode waarin het heel goed ging met de Republiek. Dus ja, moeten we wel schrappen. Wat vind jij? Ja, het is interessant dat je dat zegt. Ik heb namelijk, ik was toevallig een beetje met de Gouden Eeuw bezig in een van mijn lessen van de week. En toen zei een leerling toevallig van mij van ja, dat mogen ze niet meer zeggen. En ik zeg, nou ja, waarom mag je dat niet meer zeggen? En toen kreeg ik een beetje dat gesprek wat jij nu vindt, zeg maar, jouw mening vindt. Ik ben het daar wel mee eens, want Gouden Eeuw, dat staat gewoon voor een periode dat het met Nederland heel goed ging. Dus staat los van of we nou slecht waren voor bepaalde bevolkingsgroepen, snap je? En daar gaat het vooral denk ik om ook. En hoe Nederland, wat voor slechte dingen Nederland ook heeft gedaan, dat was voor Nederland zelf heel goed. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel ook bekijken van de andere kant, dat snap ik. Maar ik denk niet dat we de term moeten of kunnen loslaten. Nee, precies. Want het is gewoon veel tekenend voor Nederland. Ja. Ik heb ook uitgelegd, hè, dat op het moment dat het goed gaat met een land, dat er altijd een bevolkingsgroep, daar gaat het altijd wat minder mee, helaas. En dat is nu ook, als we nu kijken, we hebben het op zich redelijk goed met economisch gezien, maar de ouderen bijvoorbeeld, die niet doodgaan. Ja. Ik probeer het. Een soort Tommy Cooper krijg je dan, die dan doodgaat op het podium. Jij dan op, oh ja, doe maar niet. Jij op de podcast. Maar dat het nu dus slecht gaat met de ouderen, met de pensioenen. Maar dat het voor de rest op zich wel goed gaat met landen. Ja, dat zie je. Ja, nou, ik weet niet of je ouderen natuurlijk kan vergelijken nu met slavernij. Dat is misschien een beetje slecht. Ja. Maar goed, weet je, ik snap ook wel waar het vandaan komt, weet je wel. Want het is natuurlijk wel zo van, ja, voor anderen was het natuurlijk helemaal niet goed. Maar ik denk, ja, vanuit de geschiedenis zelf moet je dat kunnen loslaten. En ik denk dat wij dat wel kunnen. Maar ik snap wel van mensen die niet in dat wereldje zitten, dat ze dat wat lastiger vinden. Ja, dat is. Want het is de laatste tijd sowieso vaak discussie over dit soort dingen. En mensen gaan altijd, ja, heb ik het idee de laatste tijd, te veel het verleden met het nu betrekken. En dat kan je niet doen. Dat staat een beetje los van elkaar, weet je wel. Ja, zeker. Historische distantie. Klinkt ook wel een beetje lastig. Zeg van, ja, maar normaal zeg je het verleden moet je verklaren en dat is belangrijk voor nu. Maar nu zeg je het staat los van elkaar. Ja, dat vind ik zo ook hypocriet van mezelf. Maar ik bedoel meer, moet duidelijk zijn natuurlijk, dat je dat ook het verleden in zijn waarde moet laten. Het verleden kan niet veranderen. In die zin kunnen we dat ook niet meer. Nee. Ik denk dat je daarom dat los wil laten, weet je wel. Ja, ik denk dat je inderdaad gewoon moet zeggen, hè, in het verleden kan je niet je waarde normen van nu opleggen, omdat het gewoon een andere tijd was. Absoluut. En ik denk dat wij dat al hebben. Hè. Als ik kijk naar mijn kinderen, dan soms zou ik die mobiel uit hun klauwen willen slaan van pannenkoek. Maar ja, wij hadden dat niet. Dus voor ons is dat heel anders dan voor hun. Dus voor hun is het gewoon iets dagelijks leven, zeg maar. Ja. En dat neemt niet weg dat de dingen die gedaan zijn, dat we dat nu oké vinden. Dat vonden ze toen al niet oké. Nee. Weet je, maar ja, dat moet je daar gewoon ook wel eerlijk over zijn. Ik weet niet, ik denk niet dat het nodig is om het recht te halen. Want er is gewoon wereldwijd gewoon een term die overal voor gebruikt wordt eigenlijk. Ja, precies. Niet alleen in Nederland. Nee. Ik bedoel, als je het spel Civilization speelt, dan moet je toch een Gouden Eeuw krijgen als je zeg maar het goed gaat met je economie, weet je wel. Het is gewoon wereldwijd een fenomeen, Gouden Eeuw. Dat is niet raar. Ja, dat is echt inderdaad gewoon
Ja, het is niet zozeer dat met iedereen goed ging, maar in een bepaald gebied gaat het gewoon heel goed. En daarom noemen we het Gouden Eeuw. Dat is mijn idee erachter ook. Ja, ja, precies. Ja, cool, dan zijn we het eens. We zijn weer eensgezind, jongen. Ja, toch. Maar ik hoorde dat je een pakketje binnen had gekregen. Ja, je bent een beetje slecht te verstaan. Ik hoorde dat je een pakketje had binnen. Ja, super gaaf. Het is eindelijk binnen. Ja, ik zit nu in mijn eentje, dus heeft het geen nut. Dus zit ik gewoon op onze oude microfoon. Maar ja, okay, volgende week kunnen we dus met twee microfoons opnemen. Oh, vet man. Super vet. Ja, kijk ernaar man. Ik wilde ook heel graag bij zijn, maar ik dacht van ja, ik ga nu toch niet bij. Om het niet lekker. Ik denk nou, nog één dagje even een beetje bij komen en dan. Ja, precies. Volgende week nieuwe microfoon. Ja, leuk man. Ik kan zin in. Ja, super vet toch? Hey, maar wat we nog moeten behandelen is sowieso de quizvraag. Hè. We hadden een quizvraag opgesteld. Wie werd er op 19 september 1991 in het ijs gevonden en kreeg hij geen visum van zowel Oostenrijk en Italië? Nou, en het antwoord is natuurlijk... Ja, dat is Utsi. Utsi de ijsmummie! Super vet! Utsi, ik vind Utsi echt super vet. Ja, ik ook man. Ja, het verhaal gaat natuurlijk dat hij vermoord was, Utsi. Ja. En hij is gevonden in het ijs, in een gebergte. En in eerste instantie ging het verhaal ook dat ik geloof dat het eerst Oostenrijk hem kreeg. Want de Italianen die wilden er niet omdat ze dachten dat het om een gewone moord ging. Ja. Dus ja, dan is het zo van ja, wij noemen ons er niet mee. Maar toen bleek dat het om een ijsmummie ging. Toen hadden ze ineens wel interesse. En toen bleek, was er nog een beetje een strijd onderling voor waar die nou hoorde, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ik begreep inderdaad dat die gevonden was door toeristen. En die gingen bellen van joh, we hebben een lijk gevonden. Want de gletsjer of iets dergelijks was gesmolten hè, met de opwarming van de aarde. Of afgebroken of whatever. Maar in ieder geval, die belde dus de politie en dacht, ja fuck, ik heb geen zin in die moord man. Schuif maar op dat andere land. En uiteindelijk bleek het dus om een super oude ijsmummie te gaan. Ja, vet hè. Ja. Nou ja, het is sowieso heel bijzonder. Want hij is natuurlijk gevonden met koperen wapens en... Een soort van reizigersoutfit. Dus wat ja, voor ons geschiedenisdocent en historisch is dat super, super vet. Want het is natuurlijk een persoon die tussen de tijd van de jagers en de tijd van de boeren leeft. Een beetje een overgangsperiode. Ja. Als hij geen koperen wapens bij zich had of koperen onderdelen, dan hadden we makkelijk kunnen zeggen, ja, het is een jager-verzamelaar. Maar doordat hij die materialen bij zich heeft, kan je zeggen, nou, hij is eigenlijk deels een boer. Ja. Dus dat was wel gaaf. Ja, want het is super vet, want ja, als je natuurlijk geschiedenis hebt of krijgt, dan denk je natuurlijk altijd van, hè, je ziet altijd die periodes en zo. Dus, maar mensen vergeten dat je niet zeg maar de ene dag gaat slapen als zijnde een jager-verzamelaar en dat je de andere dag wakker wordt als een boer, maar dat daar gewoon duizenden jaren overheen is gegaan. Hè, dat iemand gevonden heeft dat als je graantje graan plant, dat er een vollere graanhalm terugkomt. Dat is natuurlijk iets wat duizenden jaren kostte om te verspreiden en op te bouwen. En het is super vet dat die Utsi dan dat hij inderdaad op dat randje zit. Hè. Ene kant jager of verzamelaar. En natuurlijk, wat is er gebeurd met deze man? Hij is vermoord, want hij heeft pijlpunten in zijn lichaam zitten. Maar waarom? Ja, klopt. Ja, nou, en dat is wel grappig, want we vonden natuurlijk dat het om een moord ging, omdat ze een lijk hadden gevonden. Of in ieder geval niet een moord. Ik zeg het misschien verkeerd. Iemand die is overleden door in de bergen te klimmen. Ja. Maar toen bleek dus dat hij toch vermoord is, want hij inderdaad een pijl in zijn rug had. Dus ja, dus kunnen we alleen maar speculeren van waarom heeft hij een pijl in zijn rug? Is die letterlijk vermoord? Of was het een crimineel? Of een dief? Of weet het niet. Of misschien was het gewoon, dat vind ik dan heel, dat denk ik dan met mijn heroïsche brein. Of misschien was het gewoon een soort chief van het dorpje, de hoofd van het dorpje. En die heeft geprobeerd om de mensen weg te jagen, of weg te lokken die zijn dorpje aanvielen. Maar hij heeft het niet gered of zo. Misschien is hij gewoon overvallen. Is hij gewoon door de... Ja, dat kan ook, dat hij is overvallen. Maar ja, waarom hebben ze dan zijn koperen wapens niet meegenomen? Ja, dus dan zou je meer denken dat het een soort oorlogsgerelateerde of conflictgerelateerde moord is. Ja, misschien was het wel een ongelofelijke lul, dat weten we niet. Hè? Misschien was het wel echt een klootzak. We kennen nu Utsi, maar misschien was het wel echt gewoon de duivel zelf, weet je wel. Dat hij vrouwen zat en mensen vermoorden, ja, weet je het niet. Ja, had hij de vrouw van zijn broer geneukt of zo? Ja, dat kan hè. Ik bedoel, maar het is gewoon fascinerend dat je zo'n mummie in het ijs vindt en dan
ja, duizenden jaren geleden was dat gewoon een persoon, weet je wel. Dat was gewoon iemand die heeft geleefd. En ja, die heeft ook zijn eigen dingen gedaan in de wereld. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. Ja, precies. Mochten de geschiedenisdocenten luisteren, het is echt ik heb een super vette opdracht op Paulus Historicus staan. Die heb ik voor mij met jou ontwikkeld. Die opdracht met Etsy. Of heb ik die zelf ontwikkeld? Ja. Dat was een tijd geleden inderdaad, ja. In ieder geval om te historisch redeneren of dat Etsy nou een jagerverzamelaar was of een boer. En dat moeten ze dan aan de hand doen van de spullen die hij bij zich heeft. Dus dat is een soort essay, mini-essay opdrachtje. Wel super interessant en dat activeert ook je leerlingen om erover na te denken. Dus dat is, ja, vond ik gaaf. Ja, nice man. Ja, zeker. Okay. Over vragen gesproken, ik heb 3 vragen voor jou. Mooi bruggetje trouwens. Ja, of niet? Ik weet niet of jij vragen voor mij hebt, maar ik heb 3 vragen voor jou. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wil wel wat horen dan. Oh jee. Oké. Ik ben heel slecht trouwens om onder druk vragen te beantwoorden, maar dan weet je dat er wel. Oké. Maar de bedoeling is dus voor de luisteraars dat we vanaf vandaag dus, vanaf nu, dat we dus allebei 3 vragen voor elkaar verzinnen. En dat we gaan kijken, ja, een beetje, het is natuurlijk niet helemaal zo, maar wie de beste kennis heeft op dat moment. Dus. Oké. Ik ben heel benieuwd. Oké. Vraag 1. Wie was Jacob Rühle? Wie? Jacob Rühle. Rühle? Ja. Geen flauw idee. Ik weet het even niet. Nee, snap ik. Toen ik de naam hoorde, wist ik het ook niet. Maar ik ben blij dat je De Wereld Draait Door niet hebt gekeken. Want daar kwam het in terug, zeg maar. Oké. Schijnbaar heeft... we hebben net gehad over de Gouden Eeuw. Die waarschijnlijk afgeschaft wordt, die naam. Ja. En ik weet niet, je kent Humberto Tan, ken je wel natuurlijk. Die heeft Ruud Gillet gefotografeerd als Jacob Rühle. En Jacob Rühle was een zoon van een slavenhandelaar. Hij leefde van 1751 tot 1828. En hij was de zoon van de slavenhandelaar Anthony Rühle. En het grappige is dat die Anthony Rühle, het was een slavenhandelaar, dat moet je even goed onthouden. Die wordt verliefd op een vrouw, maar niet zomaar een vrouw, maar... Een slaaf, een Afrikaanse vrouw. En die vrouw heet dus Jaba Bottri. En die trouwen Anthony Rühle en die Afrikaanse vrouw. En die krijgen dus een zoon, Jacob Rühle. En vanaf 1798 wonen ze in Amsterdam. En hij was echt super rijk. En die Jacob Rühle was dus een half Afrikaan. Dus een donkere man. Ja, en die leidde met heel veel succes het familiebedrijf. Oh, super vet. Dus dat is super vet, toch? Ja, echt heel tof. Ja. Dat is echt leuk. Ja, nou, fijn dat je mijn weetjes grappig vindt. Ja, super tof dit. Oké, cool. Volgende? Ik heb ook wel één voor jou. Oh, jij hebt één voor mij. Oké. Ja, ik heb wel eentje. Ja, ik ben benieuwd. Oké, waarom is 1533 een belangrijk jaar voor de Nederlanden? 1533, is dat beeldenstorm? Nee, dat is niet 1533. 1533. Fuck, ik weet het niet. De geboorte van Willem van der Meijen. Holy crap! Mind is blown. Daar is hij geboren. Echt waar? Ja. Vet. Ja, 1533. Oké. Dat is een flinke tijd geleden. Kan je voorstellen dat hij dan pas, hoeveel jaar later? Een flinke tijd later pas echt gaat... Met Karel V. Ja, was die 40, 50 zo? Ja, zoiets 1550 en 1555. Toen is hij gewoon overleden. Of is hij toen op troonafstand gedaan, dacht ik. Oh ja. Super vet. Nee, wist ik niet. Cool. Oké. Dus het staat 1-1 eigenlijk, want we wisten allebei de vraag niet. Oké, volgende. Deze is wat lastiger misschien. Wat lastiger, ja, ik weet niet. Oké. Er is, op een gegeven moment is er een 30-jarige oorlog, van 1618 tot 1648 ongeveer. Ja. Wat is de oorzaak daarvan? Oh, fuck man. Oh nee, ik ben er eigenlijk niet op voorbereid. Ik had hem wel geweten, want het is wel een dingetje die ik interessant vond. Oh, de 30-jarige oorlog. Wat was het jaartal ook weer? 1618 begint het, tot 1648. 1618. Ah, fuck. Ja, dat, 1618, dat is dan nadat... Heeft dat nog steeds met de protestanten te maken? Ja. Ja. Ah,
Ik ben zo slecht om onder druk dit soort dingen te doen. Het is ook een fucking... Vertel me. Ik geef je dit puntje. Ik geef het is ook een fucking grappig... Of grappig. Het is echt een soort verhaal wat tot verbeelding spreekt eigenlijk. Want wat was er aan de hand in een kasteel in Praag? Waren vier hoge politici. Waren op 23 mei 1618 waren zij in overleg met elkaar. En dat kasteel dat staat bovenop op een heuvel. Heuvel van de stad Praag natuurlijk. En op een gegeven moment vliegt daar een deur open. En woedende protestantse mannen die stormen naar binnen. Bam! En daar staan dus die vier katholieke politici. Die regeringsfunctionarissen. Die overigens in dienst waren van keizer Matthias II. Die werden eigenlijk bedreigd. Twee van hen konden wegrennen. Die konden nog ontkomen op een of andere manier. Weet ik veel, crowdsurf of zo. Maar die konden in ieder geval wegkomen. En de andere twee werden samen met hun secretaris gewoon headfirst, bam, raam uitgeflikkerd. Oh, dat is nice. Ja, maar wat bijzonder daaraan is... En dat wordt natuurlijk gelijk door de katholieke kerk als een wonder. En dat God natuurlijk achter hen stond... gebruikt, maar het wonderbaarlijke is dat die mannen de val van 17 meter overleefden. Nee, joh. Ja, en de katholieke versie natuurlijk, die, zoals ik al zei, die gebruikte het als propaganda en die zeiden, ja, de maagd Maria, die brak hun val. Maar goed, waarschijnlijk de protestanten zeggen van ja, die gasten, die katholieke politici, die flikkerden gewoon op een berg afval, dus vandaar dat brak hun val. Maar waarschijnlijk, wat waarschijnlijker is dat de snelheid van een val werd afgeremd, omdat de muur natuurlijk schuin afliep. Dus eigenlijk schaafden ze over de muur, waardoor ze dus dus niet dood gingen. Maar goed, dat was dus wel de start zijn, zeg maar, de druppel die de emmer deed overlopen voor de oorlog. Ja, dat is dan wel mijn reactie. Jij zegt het is een oorzaak, maar dat is eigenlijk een aanleiding. Want er speelde er veel meer achter. Ja, er speelde er veel meer achter. Dat is waar. Dus eigenlijk... Nee, grap. Ja. Oké. Ik snap hem. Oké, heb jij er nog één of niet? Even denken hoor. Ik heb er heel veel, maar ze zweven allemaal in mijn hoofd. Oh ja. Ah man, nee, dit is een makkie. Deze ga je krijgen. Oké, hoe heet de Germaanse krijgshoofd die eigenlijk een einde maakte aan het West-Romeinse Rijk? Is dat niet Odo Oker? Ado Oker? Hoe heet die? Odaker, ja. Odaker. Oh. Heel goed, jongen. Goed, jongen. Helemaal trots op jou. Episch. Oké. Nee, nog eentje dan. Oké, ik heb ook een makkelijke voor jou. Deze moet je weten. Oh, waar werd de frikandel uitgevonden? Dordrecht. Klopt. Ja, de commerciële frikandel werd in 1954 gelanceerd in de Nederlandse stad Dordrecht. En de slagersknecht Gerrit de Vries maakte gehaktballen, maar die mocht hij niet meer maken. Nee. Dus wat deed hij? Hij maakte in plaats van een bal maakte hij een soort staaf. Een frikandel dus. Dat was geniaal, man, eigenlijk. Slim, toch? Ja, dus die heb je goed. Dus je hebt één goed van twee. Episch. Ik heb er ook nog eentje voor jou. Oh, Oké. Ik denk dat je deze wel weet. Oké. Het is een begrip namelijk, die misschien de gewone Nederlander niet zegt, maar misschien weten wij het wel. Althans, ik weet het, maar misschien weet jij het ook. Het begrip de moedernegotie, waar staat dat voor? Ja, dat is een eitje, moedernegotie. Ja. In het Engels vind ik hem wel beter, vind ik hem ook begrijpelijker. Ja. Dat is de mother of all trades. Dat is natuurlijk de handel op Gdansk in het huidige Polen. Ja, klopt. In de OC-handel eigenlijk, hè? Ja. Super vet. Ja, goed, jongen. Cool. Daar hadden wij heel veel granen en hout vandaan. En dat was ook in de tijd eigenlijk van dat de VOC al lekker bezig was. Maar daar zijn we ook heel erg rijk door geworden. En ik kreeg ook een stapelmarkt en zo. Super nice. Ja, ik heb me laten vertellen dat we daar eigenlijk rijker van zijn geworden als heel de VOC. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay. Super vet. Ja, een klein beetje achtergrond erachter is met het fluitschip. Hè. Als je naar de OC-handel zeg maar, wil doen, dan moet je langs, hoe heet dat ook, de Sond.
Dat is bij Denemarken uit mijn hoofd gezegd. En dan moesten Je moest dus over zee en over rivieren. En dat was een beetje het ding. Ja, en dan moest je belasting betalen aan de hand van de grootte van je dek. En wat deden wij slimme Nederlanders? We maakten niet het dek groter, waardoor het schip groter werd. Maar we maakten alleen het ruim groter. Waardoor je dus een soort bol schip kreeg. Met een klein dek, maar met een heel groot ruim. Waardoor we dus goedkoper meer goederen konden vervoeren. Super slim. Super vet, ja. Ja, alright. Nice, man. Ja, leuk dit. Ik denk dat we dit wel vaker moeten doen. Ja, toch? Af en toe. Of misschien één vraag, joh. Allebei zoiets. Dat is wel leuk. Ja, maar wat betekent dit eigenlijk voor de eindstand? Sorry? Wat betekent dit voor de eindstand? Ik versta je echt heel slecht. Wat betekent dit voor de eindstand? Voor de eindstand? Jij hebt gewonnen. Hoi! Woep, man. Gefeliciteerd. Dank je. Als beloning krijg je een schouderklopje van me. Oh, dank je. Nou, die moet je me maar geven als je weer beter bent. Goed, jongen. Hey, maar... Ik vroeg me af of jij een quizvraag had. En anders had ik er wel eens. Nou, heel goed, want ik heb er geen. Nou, ik denk altijd vooruit, dat weet je. Jij bent echt een baas. Alright. Nou goed, dan ga ik, voordat ik ophang, ga ik jou even een quizvraag geven. Go. Alright. In 1969 kwam misschien wel het bekendste album van de bekendste band in de hele wereld uit. Hoe heet dit album en van welke band is dit al? Dit album. Oké, dus in 1969? En dat komt volgende week in 1969 uit, ja. Oh, oké, dus volgende week, maar dan in 1969, komt dus een zeer bekend album uit van een zeer bekende band. En welk album en welke band is dat? Dat is de vraag. Ja, dat is zeker de vraag. Episch. Nou, dan gaan we dat volgende week eens even behandelen. Alright, man. Nou, bedankt voor je belletje dan. Ja, jij weer bedankt voor je input. Jij ook. Ja, man. Ik hoop dat je snel beter, man, bent. Ja, thanks, man. Ik vind, dit is de tweede keer dat we dit zo doen. Ik vind het al twee keer te veel. Ja, je weet wel dat ik nu dips heb op de volgende keer, hè? Ja, precies. Oké, man. Nee, is goed, kerel. Nou, hey, tot ziens. Beterschap en ciao. Hoi. Doei. Oké, nou dat was onze grote vriend Donnie. Ziek dus. Ik heb lekker gewonnen. Oké, maar eerlijkheid halve gebied te zeggen dat ik natuurlijk veel tijd had om het voor te bereiden. En ik natuurlijk wel gekeken heb naar moeilijke vragen. Maar goed, dit is leuk. Dit was leuk. En ik hoop dat we het vaker nog gaan doen. Superleuk dus dat jullie weer geluisterd hebben naar deze podcast. Sorry dat ik het half in mijn eentje moet doen. Drie kwart in mijn eentje moet doen. Volgende keer schop Donnie gewoon zijn bed uit. En dan moet hij gewoon komen. Of dan ga ik naar hem toe. In ieder geval, volgende keer zijn we weer met z'n tweeën. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou het antwoord op de quizvraag? We zijn op Twitter te bereiken op het Raadspension. Of op Instagram zijn we ook te bereiken. De Raadspensionarissen. Dus zoek ons op. Stuur het bericht. En we horen graag ook feedback van je. En tot volgende week.